Dit is wat ik denk dat gaat gebeuren met 2020. Boutersen zal zichzelf weer gratie verlenen en op 25 mei opnieuw worden verkozen. En wie kan je blamen? Terwijl ik in Paramaribo sta te fozen met een knappe man met korte broek en ik luister naar het nieuws dat mijn geliefde land nu langzaam is gestrand. En met grote ogen en met lamme blik kijk ik naar de mensen die geen yang hebben. Wie moest yang, wie moest leven, wie moest libi, wie moest stre. Er zal weer een klimaattop komen die leidt tot een grote hoop K. Ik denk dat heel wat kids gaan worden opgepakt omdat ze zoveel school hebben gemist. Stakend voor de aarde en de toekomst, maar daarbij hun hoofdjes helemaal hebben laten ontaarden. In hun driedubbele Generation Z, we gaan nog niet naar bed, multitasking. Hoezo moet ik iemand of iets langer dan 3 seconden aankijken zonder naar mijn phone te grijpen? Dat is echt lame. Maar dan komt bam het Zweedse lolsysteem en zegt, yo, jullie leider heeft gespijbeld en dat is echt een probleem. Ik denk dat Amsterdam haar excuses gaat maken voor het slavernijverleden van de stad, maar dat dat geen ene moer op gaat lossen, want met excuses kom je nergens. Dat weet elke vrouw die haar man heeft vergeven dat hij is vreemd gegaan. Dit weet elke Rooms-Katholiek en Christen die zegt sorry dat ik hele erge dingen heb gedaan en daarna met een licht hart weer door kan gaan, maar de mensen die achterblijven zeggen sana disika en blijven in de schaduw staan van dat wat hun is aangedaan. Ik denk dat de Japanners weer een of andere insane app gaan uitvinden waarmee je vrouwen kunt ontmoeten in een trein, die jou dan harassen door je in je bil te knijpen. En in Berlijn gaan kinderen tegen hun ouders zeggen, mama en papa, jullie verpesten onze toekomst, wij willen niet met het vliegtuig naar de Provence, dus we gaan met de auto. Ik denk dat in 2020 gaat blijken dat soja en kokosnoot en avocado's en al die dingen super slecht voor je lichaam zijn en iedereen rent weer naar een nieuwe hype. En de Facebook war en de Insta war en de Snapchat war en de Twitter war will rage on and on and on and on. En ik ga het MH17-proces live volgen via stream, want weten wie het heeft gedaan en dan ook echt justice krijgen, dat zijn twee verschillende dingen. En de vluchtelingencrisis is vervangen voor de klimaatcrisis en de klimaatcrisis gaat worden vervangen voor weer een nieuw probleem, waar we met z'n allen ineens ons licht op gaan schijnen, terwijl er in Nederland per jaar 100 kinderen verdwijnen en we leven in oneerlijkheid en kanker eet ons op. En ik hoorde laatst dat dit allemaal door de straling van 50 gigabyte komt. Het hoofd van een meisje in Nieuw-West zal exploderen omdat de iPad is gaan infiltreren in haar overhitte hoofd. Ik denk dat heel veel mensen naar een telefoonloos tijdperk gaan en in ashrams en op self-sustainable farms uit de Randstad zullen stromen. Ik niet natuurlijk, want ik moet nog wat selfies posten en een digitale avond over feminisme hosten en een video zoals deze. En ik denk dat ik zal blijven zoeken naar wie de hel ik ben in dit tumult van alles. Ik ben wie ik ben, maar ik weet niet wie ik ben, ook al ben ik bijna 33 en mijn moeder bijna 68 en mijn vader bijna 80. Inshallah als hij het haalt. En ik voel me alsof ik heb gefaald en ben ingehaald door mijn eigen dromen en ambities en gedoe en het voelt zo goed om daar nu uit te zijn. Maar ook maakt het me moe om in die constante communicatie en perfectie en hoe gaat het goed te moeten doorbouwen aan iets wat er blijkbaar toch niet toe doet. En ik denk dat 2020 heel veel mensen het met elkaar uit gaan maken en in mental health issues gaan geraken en in een midlife crisis raken en te midden van te veel alcohol hun demonen eruit gaan braken in een ayahuasca-droom die ons zegt te komen staken met onze tractoren en onze genders en onze kleur en onze vendors en ik wil gewoon uiteindelijk muziek maken.